Wat ik het allerbelangrijkste vind, dat ik vanavond bij een avond was, georganiseerd door jongeren, voor jongeren, om volwassenen een boodschap mee te geven over de politiek. En ik merk, ik ben zelf al iets ouder. Als je dan met jongeren spreekt, dan lijkt het echt dat hun belevingswereld toch anders is dan die van mij. En wat zij aangeven, is dat ze zich zorgen maken over de toekomst. Zijn er nog voldoende huizen om in te wonen? Dat ze zich zorgen maken over de werkgelegenheid. En dan meer de werkgelegenheid voor de mensen die nu stage lopen, onder andere in de zorg. Van, zijn er wel voldoende mensen zometeen. Ze maken zich zorgen over hun studieschuld. Eigenlijk zien we aan de ene kant zien wij een hele zorgeloze generatie die ontzettend genieten van het leven. En dat moet ook als je jong bent, dan moet je ook volop genieten van het leven. Maar toch maken ze zich zorgen over hun eigen toekomst, maar ook over de toekomst van Nederland. We hebben net vanavond gehoord dat er een zeer tekort is in de zorg. Dat er op technische beroepen tekort is, dat in het onderwijs tekorten zitten. Dus er zijn gewoon heel veel beroepen waar we een tekort aan mensen hebben. En ik vind daar moeten we echt naar kijken van hoe lossen we dat probleem op. Dus jongeren ook zoveel mogelijk stimuleren van kijk even verder met welke opleiding je gaat doen. Kijk waar je talent zit en probeer toch in een tekortsector daar een opleiding te gaan doen. Maar er werd heel duidelijk gevraagd over legalisering van drugs. En als je kijkt naar drugs, wat erachter zit, de ondermijning, de criminaliteit, dan dat heeft zo'n diepe impact op Nederland. Achter de hele wereld van de drugs, daar wordt echt grof geld verdiend in de criminaliteit. Als je daar gaat kijken in de criminaliteit, wie daar de slachtoffers van zijn. Ook jonge kinderen, hè, die al worden ingezet als loopjongens voor als drugs. Dan maakt mij dat heel erg zorgen. En dan zeg ik van laten we dat aanpakken. Laten we inzetten op het bestrijden van de criminaliteit en die hele geldstromen die erachter zitten. Daarvoor zijn wij liberalen, daarvoor zijn wij ook de VVD. Alles moet besproken kunnen worden. Dus ook wat ik vanavond heb gehoord van de jongeren, of ik het er wel of niet mee eens ben, dat neem ik wel mee terug naar de VVD-fractie in Den Haag. En daar gaan we het zeker bespreken. Maar dat wil niet zeggen dat ik het daar zelf mee eens ben of dat de VVD-fractie mee eens is, maar alles moet besproken kunnen worden. De inwoners van Nederland en de politiek, dat ging steeds verder van elkaar afstaan. En de mensen zijn het zat, het geruzie gemaakt. Weet je, we hebben een echt grote problemen in Nederland, of het nou gaat om de huizenbouw of de asielinstroom, om beroepen vervuld te kunnen krijgen. We hebben gewoon echt hele serieuze problemen in Nederland. En daar moet het over gaan. Het moet over de inhoud gaan. En een debat mag stevig zijn, maar wel een debat op inhoud. En volgens mij hebben we dat hier vanavond goed gevoerd. Als ik ook naar mijn eigen lijsttrekker kijk, naar Dylan, dan vind ik dat ze het heel goed doet. Dat ze iedere keer zegt, ik wil het over de inhoud hebben. Ik wil luisteren naar de Nederlanders. Ik wil naast jou staan, ik wil voor jou staan en ik wil het samen met jou doen. En daar moet het om gaan.